Vrijdag ging NEC in Emmen kansloos onderuit in het duel tegen de plaatselijke FC. Trainer Pepijn Leinders kreeg maar amper de tijd om bij te komen van de nederlaag. Donderdag moeten de Nijmegenaren in eigen stadion alweer aantreden tegen Jong PSV. En dat is best lastig. PSV speelt vanavond en dan zaterdag weer. Dus ja, je weet niet hoe ze voor de dag gaan komen. Qua speelstijl zal het niet zo veel uitmaken. Maar de invulling natuurlijk individueel wel qua kwaliteit. Nou, we moeten in eerste instantie kijken naar onszelf. Wat we echt beter moeten doen en hoe we dat beter kunnen doen. En ja, daar hebben we natuurlijk hard aan gewerkt. Rug gerecht en weer vooruit kunnen kijken. Alles afgesloten. En ja, dan ben je vooral bezig om gewoon de juiste dingen te doen. Op het trainingsveld. Qua voorbereiding, qua planning. En er komt altijd een moment in de week waar je echt vertrouwen krijgt. Snap je? Waar je het gevoel krijgt, oké, deze wedstrijd, dan gaat het gewoon. Deze wedstrijd kun je ingaan om echt te winnen. En dat moment komt altijd een keer in de week. Ja. Dit is de eerste keer dat de trainer tegen een jong elftal speelt. Wat vindt hij er eigenlijk van? Ja, het is heel simpel. Kijk, de KNVB heeft natuurlijk voor gekozen om een bepaalde competitie op te zetten en bepaalde regels eraan te verbinden. Kijk of ik daar nu eens ben of niet eens ben. Het gaat erom tot dat voor de topclubs natuurlijk een ideale situatie is. Hè. En voor talent ook gewoon goed is om op jonge leeftijd te spelen. Op een bepaald niveau tegen volwassen spelers te spelen. Dus dat is op zich allemaal oké. Alleen de regelgeving er rondomheen, ja, die denk dat je altijd moet kijken hoe het beter kan. En andere. Ik heb natuurlijk in Portugal gewerkt waar we die opzet ook gemaakt hebben. Alleen het jong elftal was gewoon het jong elftal. Donderdag een nieuwe kans voor het elftal. Hoe staan ze ervoor? Ja, rugrecht hè. Dat is vooral. En vertrouwen hebben in wat we graag willen. En vooral tandje erbij hè. Op alle gebieden. En dan bedoel ik niet alleen qua ideeën of wat dan ook. Maar ook gewoon een tandje erbij qua agressiviteit. Qua een 50-50, 60-40 maken, et cetera. Dat soort dingen. Blessures? Steven komt terug. Die heeft gisteren op het veld getraind. Was goed. Ik weet niet of we nog te vroeg kunnen. We moeten vandaag nog kijken. En dan, het is wel prettig als hij er daar gewoon bij is. Nou, Colle is natuurlijk geschorst, dus daar moeten we iets doen. En dan gewoon goed kijken wat het beste past ook weer voor waar wij in zitten in de situatie en de komende tegenstander. En dan was daar natuurlijk nog het goede nieuws dat Frank Sturing bijtekende. Ja, super. Ja, eigen jongen. Bah, ja, dat is, kijk, daarom hebben we ook gekozen om een kleine selectie. Ik ben er ook absoluut mee eens. Hè. Ik heb liever dat we twee goede dan 4,5. Dus ik ben ook tevreden gewoon met een kleine groep. En dat geeft dan de mogelijkheid voor Orle, voor ja, Frank is natuurlijk al langer bij. Maar voor eigen jongens om echt door te groeien. Anders werkt dat niet. En ik vind wel dat dat past bij de club. Bij de aanstelling van mij natuurlijk ook. Dus dat moeten we zo blijven doen. Donderdag om 8:00 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen Jong PSV.